Welkom bij weer een nieuw seizoen Quick TV. We zijn deze week gestart met een nieuw seizoen gaten schieten. En dat gaan we doen bij Schilders bij Snippen. Zij mogen proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Een nieuw seizoen betekent natuurlijk ook weer een nieuw seizoen Quick TV. En dus gaan we natuurlijk ook weer op bezoek bij bedrijven voor het gaten schieten. En vandaag gaan we dat doen met Schildersbedrijf Snippen. Harry, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed, met jou? Prima. Jij gaat dan eerst zelf niet schieten, want? Nou, onze zoon die moet dat toch beter kunnen dan ik. Dus die heeft niet voor niks zo lang bij Twente gezeten. Dus, en als opvolger laat hem dan maar schieten, want hij moet dat beter kunnen dan ik. Ja, Harmen, jij moet het dus gaan doen voor jullie. Gaat dat lukken? Ja, zeker. Dat gaat zeker lukken. Ook met die schoenen? Ja, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat komt wel goed. Succes. Dankjewel. Ja, dat is een aardig begin, toch? Ja, zeker. Het ging goed. De eerste. De tweede was iets minder, maar de eerste ging wel goed. Ja, wij zijn, als wij op bezoek gaan bij een bedrijf, zijn we eigenlijk altijd benieuwd wat de binding nou is tussen het bedrijf en Quick 20. Kun jij daar wat over vertellen? Ja, we hebben, wat je wel gezien hebt bij Quick, nu de afgelopen jaren heel het hoofdveld gedaan. Dus het is mooi geworden. Harm heeft daar lang gevoetbald, tot 4 jaar dat hij bij Twente heeft gezeten. Daarna weer terug, nu is hij bij zaterdag bij de senioren. Ja jongens, dat is een aardige tussenstand. 2 van de 4 raak. Misschien een idee om de laatste toch maar aan je vader te gunnen? Ja, is goed. Dat vind ik wel een goed idee. Kan hij eens laten zien of hij het een beetje kan. Zelf ook mee eens? Nou, doe maar. Laat mij maar hem doen dan. Ja, we vonden het hartstikke leuk dat we hier langs mochten komen. Bij jullie mochten gaten schieten. Tot slot, wil jullie misschien nog iets van je bedrijf laten zien? Of nog iets vertellen over Schildersbedrijf Snippen? Nou, wij zijn een schildersbedrijf in complete vorm. Wij doen behangwerk, schilderwerk, glaswerk, interieurwerk voor medicamenten die grenzen, onderhoud voor kikkerboer, kinderdagverblijf bijvoorbeeld, maar dan ook de veiligheidsnormen in acht nemen in het hele verhaal. Dus wij zijn wel een schildersbedrijf die iets meer doet dan alleen schilderen. Ja, daar zijn we trots op en dat willen we ook graag verder gaan met dit verhaal. En, ja. Het probleem wat op dit moment is, dat we niet aan personeel en vooral niet vakbekwaam personeel kunnen komen. En ja, dat is ons bottleneck op dit moment. We hopen dat we daar nog een oplossing voor kunnen creëren. Maar dat is lastig. Dat klinkt hartstikke mooi. Dan wil ik jullie bij deze heel erg bedanken. En denk ik dat we hier mooi mee kunnen afsluiten. En wil ik jullie nog heel veel succes wensen verder. Dankjewel. Jullie ook. Tot ziens nog verder. Dan is het nu tijd om terug te blikken op de eerste weken van het seizoen 2017-2018. Op 31 augustus werd het gerenoveerde sportpark officieel geopend met een wedstrijd tussen Quick 20 en Heracles Almelo. Heracles won de wedstrijd uiteindelijk met 0-6. Na afloop spraken we met Reuven Niemeyer. Reuven Niemeyer, hier in het nieuwe gerenoveerde stadion van Quick 20. Hoe voelt het om terug te zijn? Ja, leuk. Oude bekenden te zien is altijd leuk en het is mooi veranderd. Echt ziet er goed uit, het veld ligt er fantastisch bij, dus ja, super. Eind augustus werd er ook weer een voetbaldriedaags georganiseerd. En ook dit jaar werd het weer een groot succes. 10 enthousiaste trainers doen het geweldig goed. Kinderen komen lachend, ondanks de regen, af en toe binnen. Lunchen lekker, gaan daar vanmiddag weer lekker met een toernooitje aan de gang, winnen prijzen. Ja, is top. Gaat lekker. Op zaterdag 2 september werd er een benefietwedstrijd gespeeld ter nagedachtenis aan Niels Dijkhuis. Hij speelde in Quick A4 en overleed een aantal weken eerder aan de gevolgen van kanker. De opbrengst ging naar KWF Kankerbestrijding. De eerste thuiswedstrijd van Quick 20 werd gespeeld op zondag 3 september. Helaas ging de ploeg met 1-3 ten onder tegen Quick uit Den Haag. Op 11 september was de jaarlijkse presentatieavond, waar onder meer de presentatiefilm werd getoond en het presentatiemagazine werd uitgereikt aan hoofdsponsor Sears. Ook was er een verrassing voor een aantal sponsoren, die onlangs een nieuw contract hebben getekend. Op 17 september was Jill Roord voor even terug op de plek waar het allemaal begon.
Ze gaf een clinic aan zo'n 25 enthousiaste kinderen en kreeg daarna uit handen van Bas Wolters een replica van de afbeelding waarmee ze op de Wall of Fame staat. Ja, heel gaaf, heel cool. En ja, ook een heel mooi gebaar, vind ik echt heel cool. Na 4 speelrondes stond Kwik nog maar op 2 punten en mocht het thuis aantreden tegen Blauw-Geel. Maar ook de eerste keer ging het team ten onder. Afgelopen week werd er gelijk gespeeld tegen de Meer, waardoor het team nu 3 punten heeft uit 6 wedstrijden en daarmee 16e staat op de ranglijst. Dit was alweer de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.